Nelson Mandela bezocht Amsterdam 5 keer na zijn vrijlating en hij kreeg ook de gouden medaille van de stad. Amsterdam had iets met Mandela en Mandela had iets met Amsterdam. Maar er was geen straat, park of plein naar hem vernoemd. Tot vandaag dus. Maar voor Amsterdam, dat er nu eindelijk een park bijvoorbeeld een naam krijgt van Nelson Mandela, het heeft wel heel lang geduurd. Nou, ik begrijp dat u daar kritisch op bent. Ik kijk meer naar de toekomst en ik vind het meer gewoon van belang dat we het nu hebben. Want Nelson Mandela was ook echt een van de grote in de aarde. En er is een heel grote band ook tussen Nederland en Amsterdam en Zuid-Afrika geweest, de anti-apartheidsbeweging. Gelukkig zijn er vandaag ook mensen van. Dus ik ben blijer met het resultaat dan dat ik ontevreden ben over dat het lang geduurd heeft. Nelson Mandela Park is er voor alle Amsterdammers, maar de mensen in Zuidoost zijn extra trots op hun park. Het is natuurlijk wel van een van de helden die herkenbaar zijn voor heel veel bewoners van dit gebied. En dat is ook eigenlijk een symbool voor vrijheid, voor kracht eigenlijk. Ondanks de regen was de sfeer goed. De levendige muziek zorgde voor extra vrolijkheid, maar niet bij iedereen. Nou, ik zeg je eerlijk, als je denkt aan Nelson Mandela, dacht ik, zou ik echt verwachten een Afrikaanse dansgroep, een Afrikaanse drumgroep. Dat had ik erachter verwacht, maar ja, ik ben tevreden. De muziek viel in ieder geval wel in de smaak bij de burgemeester.